Goedemorgen, ik ga ontbijten. Doei. Hey, ik ben hier met Michel. Ik ben Alfa. Ik ben hier met Michel. Verstond ik in Michel. Oh. Oké, gaan we verder. Nou, Jessica me zo gemeen aan. In ieder geval, jezus. Nou, al die Spanjaarden stellen zich aan, want ze hebben hier dikke trui aan, lange broeken, sjaals. Het is 25 graden, wat hebben zij te zeuren? Aaron, ik ben gedrongen. Nou jongens, we zien onszelf niet, maar we proberen het toch maar gewoon. Ik heb van Luca gestolen even. We gaan oefenen. Alle Spanjaarden hebben allemaal lange broeken, vesten. Ja, heb ik al verteld. Nou, in ieder geval, we moeten nou oefenen, want iedereen heeft zijn eigen activiteit dat we straks moeten gaan uitvoeren in Picanha. Wij moeten bijvoorbeeld red light, green light, dus we moeten red light stoppen en green light doorgaan. En dan gewoon tussen allemaal mensen, dus eigenlijk gewoon allemaal pranks. Dus ja, dan gaan we nu oefenen, wat eraan te oefenen valt. Nou, Luca is zich even aan het insmeren met mijn zonnebrand, want dat is wat we doen. We lopen nu naar Picanha vanaf de school. En ze zeggen ja, dat is 10 minuten, maar gisteren moesten ze dat ook lopen en dat was gewoon een fucking half uur. Nou, dan gaan we weer. Oh, thanks. Dan gaan we. Jij kan ook echt. Ah! No, I don't like it. No. Frozen. Ja, gewoon weg. Kut, flikker. Oh, lekker weertje erbij. Heerlijk erbij. Jens, vertel je theorie. You have... No. Nee. Jawel. Kom op. Nou, ik heb... Has a plant... zeg het gewoon. Wat zijn er achtergekomen om alle Spanjaarden een plat kont? Ja. Waarom hebben ze een platte kont? Nou kijk, ze hebben allemaal een tas op hun kont hangen. Als er veel boeken in zitten, dan wacht even. Ze dumpen allemaal op je ass, dus krijg je een platte kont. Goed, ja, vet goed idee. Oh god, Amin. Nou, ik, ja. Jensen, ja. Theorie. We lopen allemaal achter die meneer aan, met z'n allen. Maar hij heeft er niet door. We pranken iedereen hier, lol. 2-1, go! Yeah.
great job, everyone. Hey. High five. Yeah. High five, everyone. Nou, ik zat net de hele tijd daarop en het is echt lekker zon. De zon ging vol op, dus ik ben nou... Ja, ik ben wel een beetje bruin. Ja, kijk, die schaaf van me is van de trap. Echt erg. Dat is wel bruin. Mariola. Hey. Hey. It's already cool. Do you like Valencia? Yeah, I really like Valencia. Valencia is yeah. Nice. It's hot. It's hot. Very hot. Just like you. Oh, ooh. Thank you. I'm hot. I know. I'm fixed. Ik fix jou. Yo, zijn we weer. Nou, we lopen nu terug naar school waarschijnlijk. Yeah. En het is heel warm. Oh, lekker schaduwen. Nou, het is in ieder geval heel warm, maar ik vind het niet heel erg. En we worden langzaam bruin, dus yes. Wow. Wacht, doe het again, doe het again. Jongens, ze zijn hier gewoon in het raam geklommen. Zeg ze, Nova! Chill. Say hello. Hello. Aaron komt altijd met haar. Dankjewel, Aaron. Hey, ik zit weer op mijn kamer. We komen net dus van school en van de activiteiten in Picanha. En gelukkig mogen we nu even uitrusten. En ik heb dit gekregen. En dat had ik gisteren ook. En dit is echt hemels. Het is een kinderchocolade ei met een soort van zoetbrood of zo. Het is echt yum. Maar god, jongens, ligt het aan mij of zit er zwaar kleurverschil tussen dat en dat been? Ja, niet naar die wonder kijken, maar... Jongens, het is niet goed. Wat is dit? Never mind, het was gewoon een lichtinval. Nou, ik heb net gedoucht. En dat was het eigenlijk wel. Oh, we hebben net... We gaan vloggen met Nova. We hebben net met 5-2 gewonnen van de Spanjaarden. Wat was er nou? Op WK? Ik weet niet meer. Ik ben niet zo goed met 5-1. 5-1, in ieder geval. We hebben gewonnen. Helemaal niet. Helemaal wel. We hebben verloren, ze liegt. Ik heb 5 keer gescoord. Nou, en we zijn dus nu in het bowling shit gebeuren. En ja, dat gaan we waarschijnlijk doen. Ja, ik denk dat dat gewoon waarschijnlijk doen. Oh mijn god, Lisanne, het toppunt bereikt. Het toppunt is Poland, hè? Poland, ja. Jongen, Luca is half Pools, hij komt uit Poland. We hebben een coole hand terug. Dat kruisje bij mijn naam. Ik heb net een strike gegooid, mensen. Oh, trots op mezelf. Ja, voor het eerst in mijn leven. Behalve op de Wii, maar dat telt niet, denk ik. Nou, we zijn nu weer in een of ander winkelcentrum. Hoi, Jona. Oh, hoi. Lol. En we gaan ergens eten. Weet ik veel waar. We zitten nu in het restaurant. Wat moet je? Wat probeer je te bereiken? Kijk, Lisanne is daar. En Anneloes. Ja, nice. Maar hoe hipster? Wacht even. Check dan. It's very nice. Yeah, it's really nice. Weet je hoe mooi dit is? And sometimes the people go want sink. Oh really? But today no. Okay. Een wrap met chicken, peanut butter, bacon en banana. Oh my god. Heaven between the brands. Keton, is echt lekker. Zo lekker. Oh my god. Ik kom nooit meer naar McDonald's, ja? Dit is ook al zo lekker. Oh, crispy chicken wrap. Lisanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander. En Luca doet het fijn. Oh. Slaap lekker, mensen. Vergeet niet te reageren, te abonneren en te liken. En heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen.